Het is precies 11:11. BNR Economie Update. En dat is zoals we weten tijd voor Kees Akkoord, makro-econoom en BNR Economiecommentator. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Paul. Kees, we beginnen met het CPB. Al die cijfers, er is al veel over gezegd. Maar wat opvalt is dat het steeds gaat over bezuinigingen. Hoe kijk jij er tegenaan? Laten we eerst beginnen, een hoop opwinding. Maar wat je zelf al zegt, de meeste cijfers waren wel bekend. Misschien niet de precieze cijfers en ook niet allemaal bij elkaar. Maar het CPB heeft eigenlijk helemaal niets nieuws gezegd. De werkloosheid loopt op, moet bezuinigd worden, de groei gaat wat omlaag. Nee, allemaal van dat soort, eigenlijk het bekende riedeltje, dus waarom er nou zoveel opwinding ontstaat. Ja, en bezuinigen, de sfeer wordt een beetje gewekt dat binnenkort oma geen rollator meer vergoed krijgt. Dat het allemaal Schaalands keukenmeester is. Maar het begrotingstekort in Nederland gaat nog steeds gewoon 1 miljardje of 20 worden. 20 miljard. Dat betekent, als je een beetje terugdraait naar behapbare getallen, de Nederlandse regering geeft per maand, per Nederlander, 100 euro meer uit dan er binnenkomt. Dus om nou te zeggen van jongens, we staan aan de rand van de afgrond. Hè? 100 euro per Nederlander per maand meer uitgeven dan er binnenkomt door de Nederlandse regering. Dus ik zou zeggen, zo'n hele grote ramp gaat het ook niet worden. Dat is toch weer wat ander verhaal. En dan krijg je ook nog te horen dat er 0,5% groei wordt voorspeld. Ja, dus binnenkort gaat het beter, Kees? Nee, dat 0,5 gaat er ontstaan als in de hele wereld 1 jaar lang alles blijft meezitten. Kans 0 voor de komma, 0 achter de komma. 1 kan happen. Natuurlijk niet. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En niet gebeuren, want al die dingen, dat hele rijtje wat je vaak noemt, hè, dat is ook echt belangrijk. Ja, dat is natuurlijk het hele verhaal. Waarom gaat het niet beter? Want we zitten natuurlijk in een soort, moeras en we komen er niet echt uit. En dat komt natuurlijk omdat aan de structurele problemen van die economie, die al jarenlang bekend zijn, daar wordt niks aan gedaan. Het bekende rijtje, gaat nog een keer uit zeggen, de banken zijn zwak. Die staan aan de voorraad problemen, die kunnen gewoon weinig dingen meer doen. Belangrijke factor, banken zijn belangrijk. De arbeidsmarkt moet flexibel worden. Nou, gebeurt helemaal niks aan. De zinloze regels moeten afgestraft. Er gebeurt ook helemaal niks aan. Dus in de structurele sfeer gebeurt er helemaal niks. En dan wordt er een beetje gekeken. Nou, dan gaan we een beetje doormodderen, dooremmeren met tekorten. Ja, dat gaat geen fundamentele oplossing opleveren. Dan blijven we gewoon hangen in het verhaal. Van, ja, wat beter, wat slechter. En ik denk dat het wat slechter gaat worden. Omdat er gewoon de omgeving is gewoon niet goed genoeg. En koopkrachtverlies, oplopende werkloosheid. En wat we ook nog gaan krijgen natuurlijk, stemming, verziekende verhalen. Een mooi verhaal. En Lansingerland kan vanaf de macro-econoom, maar doet dat er nog toe? De gemeente Lansingerland, ja. Ik denk dat de meeste mensen niet kennen, maar dat is een samenvoegende gemeente ergens ten noorden van Rotterdam. Die hebben een beetje te dobbelen met grond aangekocht in de hoop van dat gaat altijd meer waard worden. Ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Dit keer zit het tegen aan een som van 280 miljoen euro. Gemeente Lansingerland, 55.000 mensen. En dan krijgen we het verhaal, is dit een incident? Of is het Jack van IJsberg? Het is mijn bekende verhaal van een kakkelak in de keuken. Maar als je 1 kakkelak in de keuken hebt, zijn er altijd meer. Dus we gaan nog veel meer van dit soort verhalen. Lansingerland is nummer 1. En straks blijkt dat gemeenten dit soort risico's hebben genomen. En, dat er bezuinigd moet worden, dat de kleintjes moet letten. Dat verziekt het sentiment. En hetzelfde gaat met de vastgoedmarkt gebeuren. Kantorenleegstand. Wat gaat er met de bank gebeuren? Huizenprijzen blijven lekker overboeken. Nou, al die dingen gaan het sentiment onder druk zetten. Gaan mensen niet aansporen om lekker te besteden. Gaan mensen aansporen om lekker voorzichtig te worden. Dus die 0,5, 1 kan hebben. We gaan eens praten over 5 jaar naar Lehman, want daar is nog iets extra's over te zeggen. Dan komen we weer uit bij een held van jou. Mensen weten die je vaak niet luistert. Whiteman, dat is een echte meneer William maar nu White. Is het William White, dat is een tweede held. Dat is ook een grote held van mij. Dat is een 70-jarige econoom uit Canada. Dan zou je zeggen, ja, en? Er zijn al meer 70-jarige econoom uit Canada. Maar deze meneer was voorzitter van de BIS, de Bank van de Centrale Banken. En die heeft denk ik in 2003, zo rond die tijd, is al behoorlijk gaan waarschuwen voor grote onevenwichtigheden in het financiële systeem en problemen die eraan zouden kunnen komen. Kijk, hij heeft natuurlijk niet voorspeld dat op 15 september Lehman failliet zou gaan, maar hij heeft wel aangegeven, jongens, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Hier gaat gedonder van komen. Nou, 5 jaar na Lehman zijn de mensen hier aan Bill White hebben gevraagd, hoe staan we er nou voor? En Bill White zegt, ja, iedereen klopt zichzelf op zijn borst. Hè? Applaus voor jezelf. Hij zegt, maar ik zie het niet. Ik denk dat we er slechter voor staan dan 5 jaar geleden. De onevenwichtigheden in de financiële sector zijn nog groter dan 5 jaar geleden. En het heeft vooral te maken met het feit centrale banken de rente extreem laag hebben gemaakt, waardoor er hele rare dingen gebeuren in het financiële stelsel die niet zijn opgelost en die nog voor problemen gaan zorgen. Bill White. Dus al die andere geleide woorden, William White, hè? William White, die dan zegt erger dan 5 jaar geleden. Ja, de situatie op de financiële markt. Kijk, er wordt natuurlijk wel gewerkt aan het verbeteren van de posities van de banken. En de stapjes richting bankenunie gaan langzaam maar zeker de goede kant op. Maar formeel, er is nog niet veel gebeurd en het is allemaal lange termijn werk. En White zegt gewoon, jongens,
die lage rente plus al die andere dingen die leiden tot, die hebben tot nu geleid tot meer over onevenwichtigheden dan er waren. Oké, mooi van dit verhaal is in ieder geval dat we na Jens Weidman de tweede kennen van jou, de tweede held William Bill White. En dan Amerika, daar kwamen ook weer wat cijfers vandaan. En weer de goede professoren, kunnen die gaan juichen of niet? Dat was vrijdag weer consumentenvertrouwen omlaag. Vind je niet zo belangrijk ook consumentenvertrouwen? Nee, dat maakt me niet zo heel veel uit, eerlijk gezegd. Detailhandelsverkopen, klein plusje. Inflatie stelt ook om niet veel voor. En ja, al die cijfers die bevestigen gewoon het beeld wat ik heb van de Amerikaanse economie. Het sukkelt een beetje door. Maar van een aantrekkende economische groei is gewoon geen sprake. Tenminste, niet op basis van deze cijfers. Er is aantrekkende economische groei, dus voor duidelijkheid is Amerika geen groeiverhaal. Ja, wel is wel een beetje groei, maar het trekt niet aan. Het wordt niet meer. Blijft doorsukkelen. Ik dank je wel, Kees de Kort, BNR economiecommentator en macro-econoom.